Hallo allemaal, daar zijn we weer met de volgende les. We gaan een date maken en ik ga hem toch iets anders maken. Dit was voor mij mijn testje van gisteren, dus ik ga deze afsluiten. En we gaan naar bestand, nieuw. En we gaan naar een leeg bestand. En we nemen een bestand van 2560 pixels in de breedte, 1500 pixels in de hoogte en een resolutie van 300. En de kleurmodus op RGB kleur. Druk op OK. Dan krijg ik dit scherm. Dubbelklik op het tandje, dan past hij er mooi in. Ik ga naar openen toe. En ik selecteer mijn vis. Ik zal straks in de... in weer een mapje wat dingen neerzetten wat jullie kunnen gebruiken. Met afbeeldingen. Deze foto die ga ik verplaatsen. Ik pak hem hier op. Ik sleep hem naar... het eerste bestand toe en ik haal hem terug met mijn muis ingedrukt en ik laat hem los. Nou, dan ga ik hem vergroten. Een beetje mooi in mijn beeldscherm past, zo, ietsje lager. Ik druk op het groene vinkje en hij is klaar. Nou, nu pak ik hier het veluglassootje. Ik begin hier bovenin. Ik ga tot aan de fin. Om de vin heen, want ik vind het leuk om dat vinnetje erin te houden. Hoppakee. Hier hoef je niet zo heel precies te zijn. Hier ook niet. Als het zometeen niet goed is, dan halen we dat nog weg. Pak het laagmasker. En jullie zien, dit is niet wat we willen. Druk even op Ctrl-Z. Want we gaan naar selecteren, selectie omkeren. En dan maken wij een laagmasker aan. En nu halen we dit weg. Nou, jullie zien hier nog een randje, jullie zien hier nog een randje. Gaan we zo allemaal weghalen. Nou, hetzelfde gaan we hier doen. En ik begin hier. Ik ga naar hier toe. Dan ga ik naar hier. En ik ga naar daar. En ik klik hem zo aan. Nou, dan kun je het op twee manieren doen. Het werkt niet altijd delete. De ene keer lukt dat wel en de andere keer lukt het bij mij ook niet. Waar dat aan ligt, weet ik niet. Maar als ik deze selectie gemaakt heb, pak ik een penseel met een zwarte kleur voor. En ik ga er gewoon overheen. En dan is hij ook weg. Ik druk op Ctrl-D om de selectie weg te halen. Ik zoom even wat in. Pak mijn penseel weer. En ga hier even de kleine randjes weghalen. Boven nog wat. Hier. En zo. Dan ga ik mijn penseeltje nog ietsje kleiner maken. En ik ga hier even die randen wat verzachten. Hier ook. En dat doe ik hier ook. Deze is ietsje moeilijker, want je moet tot aan het vinnetje. Het hoeft niet helemaal netjes, want we gaan het zo meteen toch allemaal nog al aanpassen. Zo, nou, dubbelklik weer op het handje. En we hebben nu dit geselecteerd staan. Dan kan ik deze afsluiten. En ik ga weer naar openen toe. En ik pak een citroen vandaag. Die vind ik... te donker en die vind ik wel mooi. Nou, pak ik hier mijn, ja, ik doe toch maar met de veluglasso, want ik klik er gewoon lekker omheen, zo. Ik heb van alles geprobeerd gisteren en ik blijf toch deze manier het lekkerste vinden. Zorg dat je wel aan de buitenkant van het schilletje blijft. Zo. Als ik rond ben, zien jullie een rondje verschijnen naast mijn logootje in het veld. Dan weet ik dat ik rond ben. Ik doe even de randen verfijnen op 2 pixels. Bekijk hem even in het wit. Ja, ik vind hem goed zo. Druk op nee. En dan zeg ik een nieuwe laag. Ik druk op oké. Nu heb ik alleen de laag met de
citroen. Ik pak mijn verplaatsingsgereedschap, ik sleep hem naar de eerste en ik haal hem terug. Ik verklein hem alvast een beetje. En ik noem deze, als ik groen gedrukt heb, citroen links. En deze noem ik vis. Nou, als we dit gedaan hebben, gaan we naar citroen links toe. We gaan hem even een beetje op hoogte zetten. En het handigste is om even je dekking iets lager te zetten, zodat je er een beetje doorheen kan kijken, dat je die vis er doorheen ziet. Nou, zoals jullie zien, je moet eigenlijk, ja, diepte krijgen. En dat gaan we doen door transformatie schuin trekken. En daar gaan we een beetje mee spelen. Dus we gaan deze kant inschuiven. En ik kan hem ook nog wat langer maken. Die gaan we wat verkleinen naar links. En we trekken hem weer naar beneden toe. We trekken hem naar rechts toe. We plaatsen hem nog een beetje. Deze nog iets naar beneden. Die nog iets naar beneden, dat die mooi past. Druk op het groene vinkje. Ik maak een laagmasker aan. En ik ga hier met het penseeltje de vin eruit halen. Neem een penseel met een zachte rand, hè. Zo, we hebben de vin er alweer uit. Dan ga ik even een beetje inzoomen. Ik ga terug naar de laag met de vis. Ik zet wit voor. Ik pak mijn penseel weer. En ik ga hier mijn aansluiting mooi maken. Dan zie ik hier nog wat in zitten wat ik niet mooi vind. Dus ik zet voor hoor. Ik denk dat ik het hier in deze laag kan doen. Kijk. Nu ga ik door de vin heen. Dat moet ik niet doen natuurlijk. Maar ik wil wel dat visje uit die huid van die vis uit de citroen halen. Hier ben ik iets te ver, dus ik zet weer even wit voor. Pak hem even aan de buitenkant, zo. Maak hem mooi aansluitend. Nou. Ik vind dat de citroen nog te scheef staat, maar het kan wel. Ik kan altijd nog even terug gaan naar boven toe. Ik ga nog even naar transformatie schuin trekken. Ik maak hem iets vlakker. Dat doe ik alleen maar door deze in te schuiven. Moet ik hier nog wel wat bijwerken, zo te zien. Ik ga weer naar mijn laagmasker toe. Zwart voor. Nou, dat is het eerste gedeelte. Die is niet goed, dan moet ik wit pakken. Zo. Nou, die gaan we ook hier aan de achterkant doen. Dus ik pak weer dat citroentje op. En die trek ik hierin. Ik ga hem verkleinen. En deze, omdat hij een beetje schuin staat, ga ik deze horizontaal draaien. Kijk, nou staat hij al een beetje in de richting. Ik ga weer naar afbeelding, transformatie, schuin trekken. Ik verklein hem weer alvast. Maak hem nog wat kleiner. Kijk, deze staat een beetje schuin. Dus deze is weer iets moeilijker om te doen, maar het maakt het weer leuk. Die zit nu goed qua hoogte. Die moet nog ietsje lager. En je drukt op het groene vinkje. Nou, dan zie je hier dat hij aan de onderkant nog een klein beetje moet hebben. Dus je maakt hem ietsje groter. Ik zet de dekking weer omlaag. Rond de 50, dat je er een beetje doorheen kan kijken. Druk op het groene vinkje.
Ik pak mijn penseel. Maak hier weer een achtergrondje op. Een laagmasker op. En ik zet zwart voor. Als ik het goed heb. Dan pak ik wit voor. En ik pak hier nog even lekker die rand zo even mooi aanpakken. Zo. Ik ben nog niet tevreden over dit onderste hoekje, dus ik pak nog een keer het verplaatsingsgereedschap. Trek hem nog ietsje naar beneden. Nou ben ik tevreden. Kijk, en nu staat hij er mooi in. Dubbelklik even op het handje. Ik zet de dekking terug van mijn bovenste laag naar 100%. Ik check deze ook even, die staat ook nog op te laag. Oh. Dus mijn dekkingen staan nu weer goed. Deze noem ik citroen rechts. Dus we hebben nu een citroentje links gemaakt, een citroentje rechts gemaakt. Nu gaan we hier een klein randje opleggen en we gaan hier een klein randje opleggen. En dat doen we met deze niet. Dus die gaan we weggooien. En we pakken... Ik heb twee foto's van citroenschillen. Ik open ze allebei even. Dan kan ik daar een beetje mee spelen. Hier zit een heel mooi krulletje in. Dus die kan ik voor één kant wel gebruiken. Ik pak mijn selectietool. En ik begin hier zo... een mooi krulletje te racen. Nee, ik ga toch nog even opnieuw beginnen. Want ik wil hem eigenlijk helemaal tot het scherpe hoekje hebben hier. En dan terug. En dan maak je er dus zo'n half maandje van. Die selectie pak ik op. En sleep ik hier naartoe. Haal ik terug. Die draai ik een beetje. Even kijken, hoe ga ik die plaatsen? Ik denk zo. Ik verklein hem gelijk maar even. Huppakee. Wat makkelijker kan werken. Die zet ik er zo tegenaan. Ik pak weer een transformatie. Schuin trekken. En we plakken hem er mooi op. En wat je eigenlijk wil is dat hij hier aan de onderkant wat scherper wordt. En hier aan de bovenkant wat breder. Nou, dat hebben we nu een beetje gecreëerd. Ik druk op het groene vinkje. Ik maak een laagmasker aan. Ik zoom in. En ik ga hier wat weghalen. Dus dat wordt zwart. Pak mijn penseel. Dit heb ik niet nodig. Dus het gaat maar echt om een randje. Dat ik een randje heb van die citroenschil. Wat hierboven zit heb ik ook niet nodig. En hieronder heb ik het ook niet nodig. Ik haal hier iets te ver weg zo te zien. Dan zetten we even wit voor. Zo. Nou, hier kan er wat weg aan de binnenkant zo. Dekking omlaag brengen. Gaan we naar de laag van de vis. Op het laagmasker. Hier heb ik een wit randje. Dus dat moet ik zichtbaar maken. Dus dat maak ik wit. Zo. Nou, dan kan ik datzelfde schilletje gebruiken om dat hier ook te doen. En deze noem ik even schil links. En dan pak ik weer, even kijken, waar zat hij hier? Zat hij? Dit schilletje pak ik weer op in mijn verplaatsingsgereedschap. Sleep ik hem naar mijn eerste bestandje. Ik haal hem terug in het... Die draai ik de andere kant op. Ik ga hem iets verkleinen. Hap. Haal hem terug.
draai hem alvast een beetje in de goede richting. En die komt hier zo in te staan. We gaan weer naar transformatie schuin trekken. Zo. Nou, als die iets groter is, is het niet zo erg, hè? Want we gaan het toch nog weghalen. Kijk. Nu past hij er een beetje mooi in. Zo. Ik druk op het groene vinkje. Ik maak weer een laagmasker aan. Pak mijn penseel weer met zwart voor. Ik ga hier aan de bovenkant vast wat weghalen. Hier wat weghalen. Kijk, en nu heb je hier zo'n mooi puntje. Dat kunnen we hier zo meteen ook nog wel even een beetje maken. Dit vind ik iets mooier. Dan pak ik de dekking omlaag. En ik wil toch iets meer vis zien. Hier. Ik ga weer terug naar mijn vis toe. Ik zet wit voor. Ik zet zwart voor. Sorry, ik zit op de verkeerde laag. Huppakee. Er moet toch wit voor. Dan ga ik naar laag 1. Dus mijn schilletje hier. Dan haal ik het hier weg. Met zwart. Sorry. Kijk, daar komt hij. Nou weet ik het. Ja, ik maak ook foutjes. En als ik foutjes maak, laat ik ze lekker zitten. Want dan weten jullie ook wat er fout kan gaan. Zo. Ik zet de dekking 100%. Bekijk hem even. Dat is op zich niet slecht. Dus ik druk hem weer op de dubbelklik op het handje. En ik bekijk het geheel even. Nou. Ik vind dit al niet slecht worden. Nou, dan gaan we naar een schil toe. Die hebben we hier. En wat ik eigenlijk wil is een stukje wit en ik wil een beetje geel, dus ik ga even kijken welke ik het beste kan gebruiken. Ik denk dat ik vanaf hier, ik haal deze selectie even weg met Ctrl-T. Ik ga hier toch een nieuwe selectie uitmaken en die begin ik hier. Naar hier. Oh, sorry. Ik begin hier even in het hoekje. Ik ga naar daar. En wat je wil... is die krul meenemen. En hoe we dat zo meteen erin gaan passen, ik heb ook nog geen idee. Dat is spelen met zo meteen met het schuin trekken. Kijk, hier heb je die mooie punt, dus dan gaan we hem weer terugleggen. En dan gaan we hier terug naar het randje toe. En we pakken hem op. Ik doe deze even randen verfijnen. Ik doe deze even, kijk, hier zitten wat randjes op, dus ik zeg even de rode overlay aan. Ik zet hem even op 3 pik, 2,5, slimme stralen aan. Ik vergroot mijn penseeltje iets. Ik ga hier even langs het randje. En hier ook. Even die oneffenheidjes eruit halen. Die zitten hier ook. En daar ook nog een beetje. Nou is die mooi geselecteerd. En dan zeg ik gewoon selectie naar een nieuwe laag. Ik druk op OK. Kijk, nou heb je een mooi schilletje. Ik pak het verplaatsingsgereedschap. Ik sleep hem hier naartoe. En ik haal hem terug. Dan gaan we hem verkleinen. Dat mag nog kleiner. En we gaan een beetje draaien. Wat je wil is eigenlijk dat je het wit hier ziet verschijnen zo bij de vis. En dat hier zometeen die krul erin komt. Die moet hier overlopen in die rand. Dus we gaan de afbeelding transformatie schuin trekken. En nou, dan gaan we spelen. Deze mag nog iets naar beneden, denk ik. Kijk. Als je hem zo pakt.
Gaan we deze omhoog brengen. Die nog wat naar beneden. Eens kijken wat er gebeurt als ik hem nog iets naar binnen schuif. Ik zit even te kijken hoe ik dit een beetje mooi kan gaan doen. Dit is gewoon een kwestie van smaak en hoe je het zelf wil hebben. Hè? Dus ik ga hem toch vanaf daar pakken. En deze gaan we nog iets naar binnen leggen. En die nog iets naar buiten. Die nog iets omhoog. Zo. Dan moet hij wel passend gemaakt worden. Dus ik moet hem iets verlagen. Ik moet deze iets naar buiten. Zo. Nou heb je hier dat hij zo eruit komt en dat hij hierin overloopt. Ik druk even op groen. Ik doe mijn dekking even omlaag. En ik ga even kijken hoe dit er gaat lopen. Dit loopt zo en dat loopt mooi hierin over. Ja, nou meer ga ik er niet aan doen. Dus ik maak een laagmasker aan. Ik pak mijn penseel op zwart. En ik begin hier langs die vis het weg te halen. Als je het gedaan hebt, het randje de kim vergroten. Gaat lekker snel. Dat is 1. Hier langs de citroenschil, de rand zeg maar, van het padje. Ik ga hem weer vergroten. Oh, andere kant op. Waar zit ik? Ik zit nu even helemaal verkeerd. En ik zet mijn dekking weer naar 100%. Kijk, nou is het net of het zo'n krul is die erachter uitloopt en hierin overloopt. Nou, daar ben ik niet ontevreden over. Hier een mooi schaduwpartijtje erin. Ja, hier zit nog iets wat ik weg wil hebben. Zo. Dan ga ik weer terug naar deze. Ik pak diezelfde vorm nog een keer op. En die zet ik hier neer. Ik verklein hem alvast, want deze moet echt nog wel een stukje kleiner dan de eerste. En ik ga even kijken wat er gebeurt als ik deze horizontaal draai. Nee, dat wordt niks. Dus ik roteer hem weer terug. Want ik krijg dan de hoek verkeerd. Dan ga ik maar vast een beetje draaien. Want je wil dezelfde hoek hebben. We pakken weer een transformatie schuin trekken en we gaan weer spelen. Kijk, en je kan door het schuin trekken krijg je nooit dezelfde vorm. Kijk, want ik kan deze bijvoorbeeld hoger laten beginnen. En hem ook hoger laten eindigen. Als ik wil, als hij wil doen wat ik wil. Kijk, ik kan deze hoger laten beginnen. En dan deze. Soms krijg je dus een melding dat je helemaal buiten de marges gaat. Dan moet je gewoon even opnieuw beginnen. Dus we gaan gewoon weer even opnieuw beginnen. Verkleinen hem vast. Draaien hem op in de goede richting. We pakken transformatie schuin trekken. Dus de mogelijkheid die ik net wou, dat gaat niet helemaal. Dus we gaan hem dan zo pakken. Hem hier uit de hoek laten komen. En dan gaat hij hier naar het schilletje toe zo. Ik denk dat dit wel erg leuk gaat worden wat ik nu doe.
Zo, gaan we even helemaal uit verband trekken. Ik druk even op groen. Ik ga even naar mijn dekking toe. En nu krijg ik zo'n heel mooi overlopend krulletje. Ja, ik denk het wel. Dus ik maak een laagmasker aan. Pak het penseel. En ik begin eerst hier op de rand. En dan kan ik dit allemaal weghalen. Dan haal ik hier op de rand ook alles weg. En dan gaan we zo meteen inzoomen om het nog even wat strakker te maken. Ik zet de dekking op 100. Ik ga inzoomen, want ik denk dat ik niet helemaal schuiven ben. Dus ik zoom hier in. Kijk, en hier zie je dat ik niet helemaal zuiver ben. Dus ik pak weer mijn penseel wit voor. En ik haal dat witte weg. Kijk. Ik zet nog een beetje zwart ervoor, want ik zie hier nog een klein randje wat ik niet mooi vind. Hier ook. Hier ook aan de bovenkant. Mag even iets vloeiender worden. Dan zoom ik er in naar boven toe. Ik vind dit ook nog niet mooi, maar dat gaan we zo meteen nog even aanpassen. Dit is trouwens krul links. Dit is krul rechts. Zo, nou gaan we hem even uitzoomen. Hier ben ik nog niet tevreden over, dus dat wil ik nog een beetje aanwerken. En dat is de schil, die heb ik niet aangegeven. Dat is schil rechts. Ik heb hier een zwart puntje staan. Ik weet niet in welke laag die zit. Nou, daar komen we zo meteen wel achter. We gaan eerst even naar schil links, rechts, dat is deze. Ik zoom in. Pak een penseel. Ik ga wel naar het laagmasker toe. En zo, dan gaan we terug naar krul rechts. We zetten wit voor. Wel op het laagmasker gaan staan. En ik moet wel wit voorzetten. Nee, ik ga nog verkeerd, maar dat maakt niet uit. We halen het nog even weg hier. Zo. Dan ga ik naar krul rechts op het laagmasker. Dan zet ik wit voor. En ik al die. Ik heb geen idee in welke laag ik dit gedaan heb. Het zal even mijn laatste laag zijn. Ja, zie je wel. Ik heb daar een keer aangeklikt. Zo. Zo, die is ook weer weg. Ik dubbelklik weer op het handje. En ik ben nu niet ontevreden. Nou, dan gaan we terug naar de achtergrond. We gaan naar laag, nieuwe aanpassingslaag. Sorry, nieuwe opvolaag. En we pakken een verloop. We drukken op OK. We drukken hier op het verloop. En we nemen de eenvoudige, denk ik. We kunnen ook naar spectrums kijken. Nee. Standaard. Ook niet. Pastelkleuren. Nee, ik wil eigenlijk naar een eenvoudige kleur toe. Ik wil wit en geel hebben. En dan gaan we kijken. Ik denk dat gereflecteerd wel erg leuk is. En ik zet de schaal. Die gaan we even iets opdraaien. Dit is de wit. Ik wil er een beetje een gelige tint in hebben met een beetje wit in het midden. Ik druk op OK. En een kind kan de was doen. Ik wens jullie heel veel succes met deze opdracht en
tot de volgende keer.